Het was een week van uitersten voor FC Lisse. Vorige week de eerste competitieoverwinning. Midweeks de uitschakeling in die veelbesproken penalty-serie tegen Hoek. En tegen Excelsior Maassluis na 25 minuten de achterstand. Doelpuntenmaker is Leek naar de goede paas van Derks. Onder storm doorgeschoven. Excelsior Maassluis op 0-1. De ploeg die zo moeilijk scoort. 5 doelpunten pas dit seizoen. Voor de wedstrijd tegen Lisse, dit was de 6e. Na rust Buis met het afstandsschot van richting veranderd. En dan is Van Leeuwen kansloos. En komt Lisse op 1-1. De ploeg won thuis nog niet. De ploeg van deze Robert de Ruiter. Dit is een overtreding van Bert Komen op Kevin Derks. Vindt althans scheidsrechter Winkel, die meer ziet dan wij, maar hij staat er ook dichterbij. Het is rood. Komen mag gaan. Lisse met 10 man. En met 10 man komt Lisse op achterstand. Kruithof maakt hem voor Excelsior Maassluis. Een goede goal van de middenvelder van de Zuid-Hollanders. Bal niet lekker weggewerkt. En Kruithof pegelt hem binnen, plaatst hem goed binnen. Het zonnetje scheen op de spekken. Waar de supporters van Lisse deze overtreding zien van Vincent van den Berg. Scheidsrechter Winkel laat eerst doorgaan, wil voordeel geven. En geeft dan van den Berg zijn tweede gele kaart. Het is 10 tegen 10. Ook Excelsior Maassluis met een mannetje minder. Maar nog wel met de 2-1 voorsprong. Derks, de man van de assist op de 1-0, vindt hier Daan Blij. Daan Blij, kappen, draaien en schieten. En dan is het 8 minuten voor tijd. 1-3. En lijkt de wedstrijd in de pocket voor Excelsior Maassluis. Dat de eerste competitiewedstrijd won. En daarna 6 wedstrijden zonder overwinning bleef. Deze zege is voor de mannen van Jeroen Rijsdijk dus zeer welkom. Lisse zet nog wel aan. Het miste de geschorste van Ewijk. Dat is een gemis. Maar het wordt wel via Boyd Stevens 2-3, 7 minuten voor tijd. En dan gloort er weer hoop in Lisser harten. Eigenlijk geeft Stevens zichzelf de assist. Zij het via een been van de speler van Excelsior Maassluis. 2-3, weer even billen knijpen voor Excelsior Maassluis. Maar dat krijgt 3 minuten voor tijd de strafschop. Gegeven door scheidsrechter Winkel. Stefan Kruithof achter de bal voor zijn tweede van de middag. Wesley Storm op de doellijn en die keert die strafschop van Kruithof. Het kan Excelsior Maassluis niet deren, want dat wint eindelijk weer eens voor het eerst sinds augustus.